Frederik Zweers van het ijscomité Grafisch IJs. Wij staan hier in de kantine. Hoe zit het met de kwaliteit van het ijs? Die is nog niet zoals wij hadden gehoopt, helaas. Nee, de vorst is niet hard genoeg geweest of niet streng genoeg geweest. We hebben mooi ijs, we hebben glad ijs, maar het is nog niet dik genoeg. Nee, want de berichtgeving eerder deze week was dat jullie vandaag vrijdag 18 januari open zouden willen gaan. Helaas. Ja, we communiceren altijd met enige terughoudendheid. Ja. Want we weten het niet. We zijn echt afhankelijk van zoveel omstandigheden. En ja, we zijn deze week ook echt flink op de proef gesteld wat dat betreft. Dus ja, op die manier, helaas, is het niet gelukt. De vorst is niet hard genoeg geweest, niet streng genoeg geweest. En we hebben sneeuw gehad en er stroomstoring en van alles. Helaas een domper, maar wat is de verwachting wanneer jullie wel open gaan? Met voorzichtigheid, uiteraard, willen we morgen open. Dat is daar hopen we op. Het blijft vriezen. En we hebben de baan. De basis ligt er. Het blijft vriezen. Dus het is een kwestie van tijd. Dus we hopen gewoon dat we morgen dat het ijs dik genoeg is. En dan kunnen we open. Wanneer is het begonnen met de voorbereidingen van de aanleg van deze ijsbaan? Nou, het is al begonnen in december. Toen hebben we een zeil gelegd over het hele hockeyveld. Daar konden we dus... We hoopten dus daar een bad in te maken. Dus is er ook het eerste water al ingekomen. En, nou ja, en verder is het dan wachten op vorst. En dan is het in één keer van 0 naar 100 en allemaal in de startblokken. Dus dat is eigenlijk vanaf vorige week. Dan krijg je in één keer het idee van de voorspellingen die gaan. Het wordt kouder. En goed, dus vorige week zijn we bij elkaar gekomen, beslissingen genomen. Ja, en deze week is het gewoon met de brandweer spuiten en bijwerken. Met hoeveel vrijwilligers wordt hier aan gewerkt? Nou, op dit moment allemaal nog 40, verwacht ik. Hè. We hebben een hele brandweer die meedoet. We hebben mensen, we hebben organisatie van de hockeyclub, van onze ijsdingen. Andere mensen, schaatsfanaten, echt die heel veel voor ons bezig zijn. Dus dat is nu al aan de gang. En dadelijk als we eenmaal draaien, dan hebben we ook wel zeker een stuk of 40 mensen op een dag nodig die ons helpen bij deze organisatie. Ja. Dit jaar is het tweede seizoen dat Graafs IJs gaat draaien. Hoe is het vorig jaar verlopen? Ja, het was één groot succes eigenlijk. Dat was echt was helemaal geweldig. Sowieso de aanloop toen naartoe ging goed. Maar echt gaaf is hier komen schaatsen. En er hing een geweldige sfeer. De kinderen op de baan. We hebben evenementen gehad. En het was super gezellig, druk. Alles is goed verlopen. Ja, er is nog lang over nagepraat. Het was heel goed. Is het nu zo dat het tweede jaar dan ook gemakkelijker wordt om dit te organiseren? Dat er eigenlijk geleerd is uit de eerste keer? Zo ja en nee. Omdat we dus wel het een en ander weten van vorig jaar. We weten van de problemen. Maar dit jaar zijn we dus bijvoorbeeld met een zeil aan de gang gegaan. En dat is nieuw. Dus ook hier halen we nu gewoon echt weer lessen uit. En goed, dat evalueren we achteraf. En dan gaan we kijken hoe we dat volgend jaar gaan doen. Vorig jaar hadden we gewoon betere weersomstandigheden. En dit jaar zijn we met name door de weersomstandigheden en factoren waar wij geen invloed op hebben op de proef gesteld. En niet zozeer door de organisatie zelf. Ja, dat hebben we nu wel op orde, maar er zijn dingen waar we geen invloed op hebben. Waar kunnen mensen informatie vinden wanneer de baan open gaat, openingstijden, entry, et cetera? Op www.graafsijs.nl en daarnaast zijn we ook volop bereikbaar via Twitter en Facebook. En daar houden we de laatste stand van zaken de hele tijd bij.